Ja, dames en heren, u zit er waarschijnlijk al klaar voor. De lampen mogen wat dat betreft hier in de zaal weer gerust uit. Want wij krijgen onze vaste columnist Rens van Ginneke. Bloem der natie. Men kon in Engelstalig Brussel maar moeilijk wennen aan die vreemde naam. Jeroen, dat ging nog, maar die familienaam, Dieselbloem, joeg de wenkbrauwen nog steeds omhoog. Toch deed hij het niet slecht blijkbaar. In Nederland werd hem al de titel politicus van het jaar 2013 toebedeeld door het Radio 1 journaal. Alles is relatief trouwens. Ook bij zulke verkiezingen, want bij één vandaag ging Wilders met de eerste strijken. En in 2012 werd bij de peiling van Maurice de Hond Diederik Samson 1 met 23% van de stemmen. Met in zijn kielzog de keuze niemand met 19%. Maar Jeroen wist ook in Europa zijn zaadje te planten, meldde mijn dagblad. Het zaadje van de dieselbloem. De immer jonge snaak liet zich niet piepelen door de grote landen in zaken de bankenunie. En hij wist als voorzitter van de Eurogroep het achterkamertjesgevoezel en de alcohol- en nicotinebacchanalen tijdens vergaderingen ter lengte van een Brabantse nacht allemaal te beteugelen. De naam Dieselbloem paste wonderwel. Diesel staat voor onwelriekende milieubelasting en smerige fijnstof, maar Jeroen plant zijn zaadje in de zooi. Dat zaadje wordt een plantje dat al groeiend alle shit elimineert met als orgastische apotheose een mysterieuze, harmonieuze bloem. Dieselbloem, why not? Zelfs de spellingscorrectie in mijn woordprogramma keurt het goed. En die is streng hoor. Die verbetert Kempische boeren nog altijd naar lesbische boeren. Jeroen gedijde als eurobruggenbouwer. Maar ineens mocht hij ook zijn mening geven over het laffe dollarpragmatisme van Vitesse in de Verenigde Arabische Emiraten. Of over Siberische gevangenschap van Hollandse Greenpeace-activisten. Hij keek dan nog een beetje verbaasd door zijn studenticoze brilletje. Alsof hij nog amper kon bevatten dat alles wat hij zei ook werkelijk serieus genomen werd. Je vroeg je af, waar kwam hij vandaan? Welke mannetjesmakers zaten erachter? Hij schijnt een connectie in dit monumentje in het groen te hebben. Vergeet de spindokters, de Haagse powerplay, het torentje, de achterkamertjes. Imagine een achtertuin. Een Westelbeerse achtertuin. Jeroen draagt hem overal boven zijn Floris van Bommels. Zweetdruppeltjes sparen op zijn voorhoofd, terwijl hij met een roestige bijl houtjes klieft op een blok. Er staat een man bij, iets wat scheef gezakt, de handen in de zakken. Deze doseert. Er moet iets gebeuren met Cohen. Dit kan zo niet doorgaan, Jeroen. Of, je moet je niet bang laten maken door de grote jongens. Je kunt het wel, Jeroen. En, tja, banken. Dat woordje template zou ik maar niet gebruiken, Jeroen. Hij zet zijn bijl even neer en schuift zijn bril recht. Hoe kan ik toch die mooie kracht van de kleine gemeenschappen zoals Oost, West en Middelbeers implementeren in het grote Europa raf? Deze schraap zijn keel. Ik zal het nog wel eens uitleggen. Hak jij nou maar door, jongen, want hier redt Riedeke's kacheltje het niet mee tot april. Een paar uurtjes later stapt hij met een gezonde buitenluchtblos en weer blakend van zelfvertrouwen in zijn auto. Je kunt het echt, jongen. Doe je de groet aan Angela en Jean-Claude? En naar je mooie vrouw natuurlijk. Had ik al gezegd dat jij zo'n mooie vrouw hebt, Jeroen. Ja, pas 82 keer af. Glimlacht hij. Ze zwaaien nog lang, terwijl de wagen de Keienhurkse dreef afhobbelt richting Den Haag, Brussel, Hongkong. De dieselbloem groeide tot grote hoogte. Hij werd een peacemaker wereldwijd en kaapte de Nobelprijs voor de vrede weg voor de neus van klokkenleider Snowden. Een jaartje later kreeg hij weer eens een telefoontje uit Westelbeers. Jeroen, je moet even komen, jongen. We hebben je hulp nodig. Luttele uren later rijden ze over het zandpad naar de Oude Toren. De Gildebroeders van Sint Joris hebben zich verschanst in de toren. Ze komen daar niet meer uit, Jeroen. Aangekomen bij de toren zien ze nog net hoe wijkagent Henny de Leest
ternauwernood de nijdig zoemende kruisboogpijlen kan ontwijken. Hij redt het vege lijf door in zijn dienstwagentje te springen, waar vele, vele pijlen zich met doffe klappen inboren, tot het wagentje oogt als een wit stekelvarken. Jeroen stapt uit, posteert zich rustig voor het 14e eeuwse monument, de blik strak naar boven, de handen losjes bungelend ter hoogte van zijn riem. Er klinkt een onheilspellend Ennio Morricone deuntje. Hij praat en gebaart. Al na enkele minuten komen de gildbroeders één voor één naar buiten. De hoofden deemoedig gebogen leggen ze hun kruisbogen op een grote stapel voor de voeten van Jeroen. Sommige gildbroeders huilen. De hoofdman kust dankbaar zijn hand. Daarna maakt hij steeds vaker zijn gang naar de beerzen. Wat hij precies zei bij die gelegenheden bleef een raadsel. Maar altijd bloeide de dieselbloem. Na een kort gesprekje met Sophie van Gestel hervond ze haar geluk en de weg naar haar fortuin in de wereldwijde verkoop van potjes Olympisch zand. Veel later. In 2039 leverde de PvdA dan toch eindelijk de eerste vrouwelijke premier, de onder zijn bezielende nestorschap ontloken hoogleraar International Business and Management Sophie van den Heuvel. Als emeritus oppergaan wist hij de Oosterbeerse carnavalsmannen in sexy rokjes te krijgen als zinneprikkelende dansmarinissen. Hij kreeg het zelfs voor elkaar om de Oorschotse Clico-app af te schaffen en ervoor te zorgen dat de vertrouwde papieren afvalwijzer weer terugkwam in de meterkast. Hij verwierf zich uiteraard een plekje in de Beerse Hall of Fame. Naast andere beroemde Beerzenaren zoals Pierre van Ostade. We zijn natuurlijk gek als we hem nog laten gaan. Het voelt al helemaal als onze dieselbloem. Hij kan best ondergebracht worden in een Westerbeers tuinhuisje om daar zijn audienties te houden. Win-win. Hij houdt voeding met de basis. De Nederlandse bank neemt zijn intrek in de Oosterbeerse kerk en Rienekes kacheltje kan non-stop blijven branden.